Ik ben Henkje Bijmelt, 36 jaar. Ik ben online ondernemer, kan je eigenlijk wel zeggen. En nu ben ik alweer 7 jaar actief met Gadero. Ja, Gadero is een online houthandel, keuze uit 9000 houtgerelateerde artikelen. Denk aan planken voor een schutting, een vlonder of heel populair nu zijn larix overkappingen. En dat kunnen we snel bezorgen in Nederland, België en binnenkort ook een stukje van Duitsland. Wij zijn een e-commerce bedrijf, dus we zijn heel sterk met technologie. We hebben rekentools, we hebben bijvoorbeeld online met voice technologie een wachtrij. Kan je online al zien van, is het druk bij Gadero? Oh, het is druk, nou ik probeer het later even of ik stuur even een mail. Dus we zijn ten opzichte van de concurrent heel erg gericht op het online gebeuren. Dus we investeren heel veel in de website om mensen daar heel veel informatie te bieden van hoe kan ik dit product gebruiken. En ook de negatieve dingen proberen we ook steeds meer te vermelden. Ja, over 5 jaar verwacht ik dat we wel echt een mooier stukje van de kaart van West-Europa gevuld hebben met webshops waar wij, met landen zeg maar, waar wij kunnen leveren. Daar zijn we nu al heel actief mee met opstarten voor 2018 van Duitsland. Ja, mijn les van de laatste paar jaren is wel dat af en toe, zeker bijvoorbeeld in het weekend, even rust pakken, even niet aan het werk. Dat uiteindelijk meer oplevert dan alleen maar doorgaan. En dat heb ik de laatste jaren wel wat geleerd. Dus af en toe even wat afstand te nemen en even bij te tanken en even focussen op iets anders. En dan merk je gewoon dat je maandag scherper bent en betere beslissingen maakt. En de beslissingen worden ook steeds belangrijker met de omvang die we bereiken. En dat is voor mij wel echt mijn belangrijkste les van de laatste jaren geweest.